Morgen, lieve mensen, dit is Lumiria met een positief bericht op vrijdag 16 augustus. Even kijken, volgens mij was Madonna jarig, is Elvis overleden, zoiets. Dat zijn van die datums, dan denk je, oh ja, dat was wat. Het is vandaag een 68-14, vijfdag, gewoon een heerlijke dag, vol kracht, vol vertrouwen. Het gaat best wel even snel, ga met die rivier mee, niet er tegenin, dat helpt. En om je... We zitten in het sterrenbeeld Leeuwnacht, dus om jouw kracht en warmte echt om te zetten in daden. Dus wat ga jij doen? Wellicht kom je vandaag pas toe om dat huis schoon te maken wat op woensdag naar voren kwam. Dat is heel fantastisch. Of in het weekend. De temperaturen zijn nu ook wat lager. Dus lekker alles open. Bed verschonen. Stofdoeken doorheen. Heerlijk. We krijgen een puincontainer, een bouw- en afvalcontainer vandaag. Gaan we lekker het weekend al opruimen. We gaan de hele badkamer opruimen. Ja, het heeft even geduurd. Het gaat nu echt gebeuren. Ga ik vanuit. Het is Mercurius retrograde. Ik had al een paar mensen die zeiden. Ja, ik zeg maar ja. Maar ja, het is niet anders. Ik ga wel... Raar, hè? Het is Mercurius retrograde, zei ik dat al. ik ga wel mijn agenda pas 4 september laten drukken. Ja, bewust. Dat is over 2 weken, dan is hij zo klaar. Of 5 of 6 september. Want Lars Driessen, de grafisch ontwerper, die is... Ja, daar ben ik weer. Die is lekker op vakantie en die is er wel... Nou, ik kan toveren. En die heeft even tijd nodig om het echt mooi te maken. Energieagenda in plaats van heksagenda. Komt een stickertje bij. Kan je er een heksagenda van maken? Dat was fantastisch. Elke week een affirmatie, zodat je met zo'n krachtzinnetje die week positief voor jou kan maken. Ik vind het bijzonder. Mercurius retrograde. Vroeger had ik er kaarten voor. Ik deel het nog wel even op Telegram. En op het platform. Dit is het. Hè. Dit is het. Ja, dat zegt. Mag. Nou goed, het leven mag ook leuk zijn. Ze doen wat ze willen. Wij gaan een kaartje trekken van de engelen. Leiderschap, aartsengel Gabriël. De tijd is voor je gekomen dat je via de innerlijke kracht de positie van leiderschap op je neemt en dat je andere mensen liefdevol gaat begeleiden. Soms noemt men dat dan belerend. Daar mag je je iets van aantrekken. Dat hoeft niet. Als jij de leiding in je eigen leven hebt, trek je daar niks van aan. Als het je wel raakt, dan kan het zijn dat het iets bij je. Dat. Goed. Hou er gauw op. Ik wens jullie een prachtige vrijdag. Tot morgen.